Welkom. Welkom bij Obla. Obla live vanaf het congres HR voor de toekomst. Gezamenlijk congres van de verschillende ANO-fondsen. Vandaag rondom de vraag hoe zien organisaties en werkgeversorganisaties er in de toekomst uit. Aan tafel heb ik drie gasten. Toftissen, Jasper Regedly en Sietke Pijpstra. We gaan vandaag praten over de vraag wat maakt nou een overheidsorganisatie de beste overheidsorganisatie. Voordat wij beginnen, aanleiding voor dit gesprek is afgelopen maandag in de Ridderzaal. Deurne heeft door de Pecunia-prijs de prijs voor de beste overheidsorganisatie van Nederland gewonnen. We gaan even kort kijken wat er is gebeurd. Heel plezierig dat Arjen en ik vandaag op pad mogen om te zoeken naar wat nou precies de beste overheidsorganisatie in Nederland is. En straks de beste overheidsorganisatie van Europa. Nou zijn er heel veel verkiezingen en awards, maar allemaal gaan ze over een stukje. En aan ons nu de zoektocht om uiteindelijk te komen tot een universele winnaar. Zonder alleen dat onze eigen organisaties niet mee mogen doen. Maar je hebt al een hele prijzenkast, begreep ik. Er valt al licht wat te leren. Alle awards hebben ze opgeteld en gekeken wie zijn nou daar de beste overheidsorganisaties van. Met het idee, kunnen we breder kijken? Kunnen we kijken wat de beste voorbeelden zijn in Europa? Dit is de voorverkiezing voor de EPSA, de European Public Sector Award. En daar gaan we vandaag in gesprek over hoe krijgen we nu Nederlandse voorbeelden onder Europees aandacht. Naar aanleiding van Deurne, want jullie hebben de award gewonnen. Kun je kort uitleggen, wat hebben jullie gedaan waardoor jullie op het podium stonden afgelopen maandag? Het is natuurlijk nooit een keuze geweest voor ons van wij willen graag een award winnen in de richting van een beste overheidsorganisatie. Het is iets wat gegroeid is in Deurne. En het heeft met name te maken met het feit dat wij een hele goed ontwikkelde eigen krachtaanpak hebben neergezet. Wat inhoudt dat je bij het produceren van publieke producten, zeg maar, het uitvoeren van publieke taken, zoveel mogelijk ook de burgerij en de inwoners betrekt om dat samen te doen. En dat hebben we op een heel aantal fronten gedaan. En dat blijkt te kunnen werken. We hebben een goede voedingsbodem in Zuidoost-Brabant. Maar blijkbaar kan je, of het nou ruimtelijke ordening is, schuldhulp, groen of muziekeducatie, kan je een hele hoop ook met inwoners samen tot stand brengen. En dat bespaart ook geld. Dit is uitgelicht. Jullie hebben daar nu een aantal awards mee gewonnen. We gaan zo even kijken hoe die uitreiking eruit zag. Sindsdien krijgen jullie veel telefoontjes en belletjes met de vraag, mogen we kijken, mogen we langskomen om dat te leren. We gaan even kijken hoe die uitreiking eruit zag. Dan vraag ik jullie daarna wat jullie daarvan vinden en wat andere mensen daarvan kunnen leren. Ondertussen, hashtag Obla, hashtag HR voor de toekomst. Discussieer mee, of hashtag voor HR toekomst, sorry. En kijk mee, mocht je een vraag hebben, het komt binnen, neem ik die mee. Nou, welkom, kom iets naar voren. We zagen jou ook in het filmpje, wethouder in Deurne, blij? Hartstikke blij. Terechte winnaar ook? Heel erg mooi om deze prijs te kunnen krijgen, zeker. Maar is Deurne inderdaad de beste overheidsorganisatie van heel Nederland? Als het gaat over koers op eigen kracht, het inzetten van inwoners in de productie van publieke taken, dan denk ik dat wij heel ver voorop lopen. Is het eigenlijk ook de definitieve comeback van de wat kleinere gemeenten? Zou best kunnen. Ik denk dat kleinere gemeentes in staat zijn om dichter bij de inwoner te staan en daardoor de inwoners ook beter te betrekken bij het instand houden van voorzieningen. En dat is in deze tijd met de bezuinigingen natuurlijk erg belangrijk om na te streven. Tof, wat vind jij bijzonder? Want jij kende Deurne al, je kende het voorbeeld al. Wat vind jij bijzonder wat er gedaan is? Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat er geen tegenstelling gecreëerd is tussen zeg maar, de overheid efficiënter en effectiever maken en veel meer door de burgersamenleving laten doen. Wat bijzonder is dat de gemeente Deurne heeft erkend als je burgers wil aanspreken op hun eigen organiserend vermogen, op hun eigen zelfredzaamheid en op hun eigen verantwoordelijkheid, dan moet je als overheid niet terugtrekken, maar juist heel nabij zijn. Maar dan wel precies op die dingen die je kunt waarmaken als overheid, zonder het over te nemen van waar de eigen kracht van de samenleving zit. Dat is het bijzondere ervan. Want je ziet vaak in de hedendaagse discussies van als je burgers wil aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, dan kun je als overheid kun je bezuinigen, kun je terugtrekken, kun je minder aanwezig zijn. Nou, niets is minder waar en dat heeft Deurne laten zien. Het is ook een zoektocht hoor. Ja. Je zegt het precies goed. Hè? Aan de ene kant laat je los. Aan de andere kant moet je toch op een aantal aspecten blijven faciliteren. Ja. En daar de balans goed in vinden. Dat is een zoektocht die ook op de verschillende terreinen waar je met de burgers samen kan werken ook weer kan variëren. Ja, dus als overheid moet je dat echt ook ontdekken. Ja. Ja. Heeft dat veel discussie op? En jij ziet ontzettend veel organisaties. Jij gaat van hop naar her door het land. Jij ziet meer voorbeelden. Wat valt jou op als je dit ziet, ook in relatie tot andere organisaties die je ziet?
Nou, je ziet veel dit soort bewegingen. Jullie zijn, de Deurne is blijkbaar al wel langer bezig om een soort participatiemaatschappij eigenlijk te creëren. En je ziet natuurlijk veel meer gemeenten die toch veel meer een beroep gaan doen echt op de burger om mee te helpen, om gewoon je publieke taak uit te voeren. En dus dit is een prachtig voorbeeld. Ik had eigenlijk, als je het over prijzen hebt, wel mooi gevonden als de prijs hier werd uitgereikt. En niet in het beperkte gezelschap van een ridderzaal, wat toch een groot gedeelte van het publiek mist. Dus misschien is dat een suggestie voor de volgende keer. Maar het is heel mooi en ik denk dat we dat voorbeeld ook veel meer moeten gaan uitdragen. Ook via het ALO-fonds, maar ook via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wat zou je dan willen uitdragen? Want dat vind ik het bijzondere. We hebben veel awards en dan hebben we nu ook een momentum gehad. En dan misschien een te beperkt publiek. Maar nog elke keer is de vraag, welk stukje kan je nu overdragen? Dat is ook de best gejat prijs. Is niet voor niks volgens mij een van de succesvolle awards waar we ook naar hebben gekeken. Van wat is nou de succesfactor van een best gejat prijs? En daarna kom ik bij jou, wat doe je daar als ANO-fonds in? Want dat is het lastige nu, op een voetstuk. En dan? Ik ben zelf jarenlang wethouder geweest. En ik weet, als ik in een college bijvoorbeeld voorstelde van, nou, ik heb in het VNG-magazine of een binnenlands bestuur of door mijn eigen waarneming ergens hele goede projecten gezien waar een gemeente een begin van een antwoord heeft gevonden op een probleem die wij in onze stad Roermond ook hebben. En ik stelde voor, zullen we eens gaan kijken, dat er altijd een aantal collega's zijn van, dat is een heel ander verhaal, een heel andere context, niet te vergelijken. En langzamerhand had ik het idee van, nou, volgens mij zijn gemeenten heel erg behept met not invented. Hier kan het niks zijn. Toen werd ik voorzitter van Divoza jarenlang. Toen heb ik gezien dat heel veel sociale diensten met elkaar, door die vereniging Divoza, met elkaar in gesprek kwamen over, hey, ik loop tegen dit probleem op. Heb jij dat ook? Herken je dat? Herken je dat? Ja, dat hadden wij ook een aantal jaren geleden. Maar toen hebben we dit en dat gedaan. En die gingen bij elkaar kijken. Die door ze elkaar in elkaars keuken te laten zien. Nou, toen moet ik zeggen, ik werd directeur van King in oktober 2009. En eigenlijk ben ik geïnspireerd door een column van Pieter Hilhorst, toen nog columnist in de Volkskrant, nu wethouder in Amsterdam. Die zei van, al die overheden, die zijn voortdurend het wiel opnieuw aan het uitvinden, terwijl er al zoveel wielen zo fantastisch functioneren. Waarom gaan ze niet bij elkaar om bij elkaar te jatten? En toen dacht ik, hey, best gejat prijs. En sindsdien hebben we bij King, bij het eerste congres, in januari 2011, hebben we de best gejat prijs uitgeroepen voor die gemeente die in staat is om bij een andere gemeente een verschrikkelijk goed idee te gaan halen en het te implementeren in de eigen gemeente. Dan krijgen ze alle twee een prijs. Degene die gejat heeft, krijgt de grootste kroon. En degene waar gejat is, die krijgt een klein kroontje. Nou, en dat begint langzamerhand succes te worden. Er zijn nu weer een heel aantal nominaties. We zitten nu in de tijd dat we moeten jureren, want in januari wordt die weer uitgereikt. Want jij ziet ook veel voorstellen langskomen van gemeenten die een beroep doen op jullie als ANO-fonds. Zie je daar ook veel meer dat mensen vaker gaan kopiëren, vaker willen jatten? Of is dat nog steeds vooral een voorstel, we hebben iets bedacht en dat gaan we doen? Ja, kijk, de ANO-fonds gemeente, het heeft een beetje een andere rol. Het is ook vooral gewoon de goede voorbeelden bij elkaar te brengen. Hè? En ook een beetje aan te haken op wat Tof zegt. Van, hè, vaak is het dat wethouders niet zo snel neiging hebben om bij een andere wethouder te gaan kijken. Ik denk dat het op de werkvloer wel meer dan is om bij elkaar te gaan kijken, omdat er ambtelijke netwerken zijn. Het ANO-fonds heeft ook verschillende netwerken en begeleidingscommissies. Dus dat het daar wel bij elkaar komt en dat ze daar wel naar kan kijken, maar dat het op bestuurlijk niveau iets ingewikkelder is, want god, dat zou eens iemand anders beter kunnen zijn. Dus ik denk dat het niveau eronder veel meer met elkaar praat. Dat zien we bij het ANO-fonds ook. En ook trouwens bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dus ik denk dat het wel op verschillende niveaus zit van in hoeverre er nou wel of niet van elkaar gejat wordt, om maar even een tof zijn woord te komen. Dat zie je ook, want je ziet, voor ons is het ook niet nieuw, hè? De eigen krachtaanpak zie je bij een heleboel gemeenten plaatsvinden. Wij hebben zelf als gemeente ons ook georiënteerd bij andere gemeentes die er ook mee bezig waren in voorbereiding op onze eigen krachtenkoers die we hebben vastgesteld met onze gemeenteraad. Dus ook wij kijken rond en wij springen er nu uit omdat we daar ver in gaan in de implementatie en naar mooie voorbeelden weten te geven over hoe het echt kan werken. Maar het is natuurlijk absoluut niet nieuw en ik denk ook dat overheden steeds meer dit pad zullen opgaan. En dat we naar de toekomst toe zullen zien dat op allerlei gebieden die co-productie met de inwoners steeds belangrijker wordt, centraler komt te staan. Ik zeg wel eens voor de grap, hè, we zijn nu een overheid. Uit de oude tijd komt dat een beetje dat woord ook. Hè. We nemen dingen over, we gaan het dan vervolgens uitvoeren. En ik denk dat je naar de toekomst toe een andere overheid krijgt die past bij de participatiesamenleving. En ik noem het maar de tussenheid. Wij moeten veel meer
kijken, wat kan de, samenleving zelf? Welke onderdelen heb je daarvan nodig van een overheid? En hoe kan je dat dan faciliteren? Hoe helpen dit soort gegevens? Want je gaf al aan, ik heb dat helemaal niet zelf gedaan. Dat hebben ook vooral mensen om me heen gedaan. Ja, en de inwoners nog helemaal vooropgesteld natuurlijk. Hè? Zij zijn degene die het doen. Daarom hebben we naar aanleiding van de prijs ook een bedankje in onze lokale krant gezet. Van, we hebben een mooie prijs gewonnen. Maar beste inwoner, hartelijk dank. Dus jullie hebben dat nou waargemaakt. En wat heb jij gedaan om te zorgen dat mensen dat konden doen? Want Pieter Hilhorst, het laatste boek wat ze hebben geschreven, Doe het zelf, democratie, dat is halverwege iets wat gewijzigd. Want Pieter Hilhorst mocht in Amsterdam aan de slag. En dan heb je een iets andere rol om een boek te schrijven. Dus je ziet halverwege, zie je ook een omslag in het boek. Wat als je in één keer aan de andere kant zit. Diezelfde vraag. Dit soort discussies komen ook los. Afgelopen weekend in de Volkskrant, tussenoverheid. Je komt tegenwoordig verder aan tafel dan dat je ooit deed als overheid. Met keukentafelgesprekken en dergelijke. Hoe verhoudt zich dit soort discussies, maakt het ook los op het moment dat je zo'n prijs krijgt? Ja, in eerste instantie wil ik daar wel zeggen dat het feit dat wij dat pad zijn ingegaan, wat heel erg geholpen heeft, is misschien wel een negatieve motivatie. Er was een enorme urgentie vanwege de bezuinigingen, vanwege ook financiële misère in onze gemeente, moesten we echt anders. Geen keuze mogelijk, we moesten anders. Dat is een naar stadspunt, maar je ziet wel dat daaruit voort kan komen dat je dan ook echt met elkaar die kracht organiseert om dingen op een andere manier te gaan inrichten. Ambtelijk, bestuurlijk, in gemeenteraad. Maar ook in gesprek met onze inwoners in Deurne, op een andere manier er tegenaan gaan. Wat zie jij gebeuren? Dit vind ik het interessantste eigenlijk om op in te gaan. Het faciliteren, het zorgen dat er kracht in je organisatie ontstaat om dit te doen. Dat is waar je denk ik als aan of ons druk mee bezig bent, waar nu een hele dag over in het teken staat. Hoe zorg je dat mensen in je organisatie dit kunnen doen? Wat is jouw beeld ervan? Lukt dat? Dat zie je ook bij jullie zelf. Hoe krijg je eigen organisatie in staat om dat mensen op zo'n manier werken? Ja, ik denk dat het het is ook van, als je een andere insteek kiest, heb je ook een ander soort ambtenaar nodig. Hè? Feitelijk niet degene die achter zijn bureau zit en beleidsnotities maakt, maar echt het gesprek aangaat met de burger. En kijk, als dat niet lukt en de mensen ook niet naar buiten kunnen of willen, dan haal je dit soort ambities ook niet. Dus het is ook een, je krijgt toch, ook als je het hebt over participatiemaatschappij, maar ook over meer hands-on dingen van burgers, dat er een ander soort ambtenaar gaat ontstaan. En de meeste mensen zeggen van de ambtenaar van de toekomst is al in huis. Dat is ook zo, hè, omdat mensen gewoon ook veel langer moeten werken. Maar ook daar is een omslag nodig van, hey, ik moet naar buiten, ik moet het contact zoeken met de burger. En hoe doe ik dat? En ik vind dat je daar als werkgever een rol in hebt om dat ook te faciliteren. Mensen en die rol niet faciliteren, want dat vind ik het stukje. Wat heb je dan gedaan om dat te faciliteren? Wat is dat dan? Want dat dit moet, alle publicaties of de laatste 20 rapporten gaan. Ja, het is eigenlijk durven en het is loslaten. En het gaat niet zonder strijd en het gaat zeker niet zonder vallen en opstaan. Want je hebt echt te maken met situaties waarin je met elkaar gaat verkennen. Wat is dan die nieuwe manier van werken en hoe doen we dat? We hebben ook ons marktplein vol gehad met inwoners die met sommige bezuinigingen niet eens waren. Die zich afvroegen, wat gaat die gemeente nou doen? Ze gaan dingen loslaten en hoe blijft dat dan overeind? Dus het is iets wat ook warmte en wrijving oplevert. En je moet niet bang zijn voor ruzie. Hebben we ook gehad met sommige clubs. Maar uiteindelijk heeft dat ons wel verder gebracht. Dus het is durven en het is loslaten. En met elkaar ook de verantwoordelijkheid durven nemen om samen die ontdekkingstocht aan te gaan. En te weten dat dat soms tot problemen en uitdagingen en fouten zal kunnen gaan leiden. Maar als je daarvoor dat uit de weg gaat, dan kom je nergens. Je knikt heel hard. Je hebt veel durf laten zien toen je begon met King. Veel podium. Ja. Veel lef gehad, denk ik, dat je dat wel vaker hebt gehoord. En dan? Nou, ik denk, aansluitend, als je dat wil waarmaken, hè, dus dat je zegt van nou, ik wil eigenlijk permanent van buiten naar binnen denken. Permanent de vragen van de samenleving tot uitgangspunt maken van mijn handelen. Dat is een echte cultuur- en attitudeverandering in de lokale overheid. En daarvoor is nodig dat zowel het politiek-bestuurlijke als ook het ambtelijke management ook durft los te laten, ook in de eigen organisatie. Ervan uitgaande dat mensen inderdaad met plezier en met grote betrokkenheid naar hun werk komen. Dat je dus je controledrift weet te beperken, eigenlijk weet af te schaffen. Maar ik probeer hoe dat binnen dat? King ook. Ja, ik ga ervan uit, bij King zitten professionals die met heel veel plezier dag in dag uit naar hun werk komen. Met heel veel betrokkenheid. Die het fantastisch vinden dat ze op hun professionaliteit worden aangesproken, op hun eigen engagement.
op hun eigen competenties, dat ze die ook kunnen waarmaken. Er is geen 9 tot 5 mensen. Dus wat is een alledaags voorbeeld? Want als King zit je ook in de perikelen van waar staan we als organisatie, wat moeten we doen? Zoals elk instituut dat heeft, wat doe je dan? Ik probeer samen met Larissa Zegveld, in de directie bij King, probeer zoveel mogelijk zelfsturing in de organisatie neer te leggen. Dat betekent dat de shit die er altijd is, daar ben ik voor. Daar word ik voor betaald. Ik ben directeur, ik moet daar knopen doorhakken. Ik moet proberen, als de Raad van Commissarissen kritiek heeft, dan ben ik verantwoordelijk. En ik zeg niet, ja, maar dat zijn we al. Nee, ik ben dan verantwoordelijk. Als de VNG wat te mopperen heeft op King, dan zeg ik van, ik ga met de directie praten, want daar ben ik verantwoordelijk voor. Snap je? En al onze medewerkers moeten zoveel mogelijk bezig zijn met de taken waarvoor ze zijn aangenomen. Namelijk het ondersteunen van gemeenten met hun eigen creativiteit, met hun eigen vernuft, met hun eigen dynamiek. Ik zie veel te vaak in organisaties dat die managers niet kunnen loslaten. Dat ze eigenlijk die professionals aan het muilkorven zijn, steeds beperktere vierkante metertjes gaan geven. Waardoor alle inspiratie, alle lef, alle durf, alle sprankeling eruit is. En dat maakt organisaties tot stilstaand water. En je weet, als je water te lang laat stilstaan in de natuur, dan gaat het stinken. Gaat stinken. Dan krijg je algen. En daarom gingen een paar mensen bewegen. Ik zei net al, Wil en Arjan, we hebben net een kort stukje gezien. Het middenstukje, die gaan we niet bekijken. Maar wel, en dat gaat helemaal door op wat jij zegt. De conclusie die ze hebben getrokken is, hoe zorg je dat het water blijft bewegen en dat je dingen gaat doen. Maar vooral, als leidinggevende, als organisatie, welke kant duw je het water op? Ja. Dat is waar zij wat over zeggen, om conclusies. Na een ronde langs veel organisaties. We gaan even kijken naar de conclusie van de zoektocht van Wil en Arjan. We hebben heel erg gefragmenteerd dingen gezien. Bedrijfsvoering, werkgeverschap, je zou eigenlijk de samenhang moeten doen van, we hebben een heel breed pakket als overheid. Wij zochten naar de beste overheidsorganisaties, maar dat uiteindelijk toch individuele mensen in die overheidsorganisaties, dat die het beslissende verschil maken. Uiteindelijk zijn we openbaar besturen. We doen het niet voor onszelf, we doen het voor de buitenwereld. En dat betekent dat de buitenwereld ook eigenlijk een oordeel toekomt. En dat zie je nog niet zo in wat we vandaag zien. Klopt helemaal. Wat klopt dan? Ik kan helemaal onderschrijven. Die cultuurbenadering, hè, dat je moet loslaten, in de organisatie verantwoordelijkheid en ruimte moet creëren. Dat is essentieel om deze omslag naar een veel opere overheid die produceert met inwoners samen te kunnen maken. Een andere prijs die werd uitgereikt ging ook over de overheidsmanager van het jaar. En ook de verschillende genomineerden die in de Ridderzaal daar in beeld kwamen. Daar kon je ook goed in terughalen dat een heel essentieel element is. Het geven van ruimte en verantwoordelijkheid aan professionals. En het is soms moeilijk voor overheden, want we willen alles controleren. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Dus dat is ook de opgave die we met elkaar hebben. Dat was essentieel van het verhaal van Leon van Halder, die overheidsmanager van het jaar is geworden. Die zei, het mooiste aan deze award is, naast dat ik hem mee mag nemen, maar vooral dat ik genomineerd ben door, en niet door mijn eigen minister of door mijn eigen organisatie, maar door mijn ketenpartners die waardering hebben uitgesproken voor de manier waarop ik heb onderhandeld, de manier waarop ik dingen heb gedaan. Het zou een beetje zijn alsof de Pecuniaprijs niet uitgereikt zou worden door de VNG aan jou, maar door de mensen in je stad die zeggen, nou, dit vinden we gaaf, dit is wat er gebeurd is. Dat is eigenlijk ook wat er in die zoektocht naar voren komt. Hoe kijken wij naar onszelf? We hebben onze eigen verkiezingen intern. Zouden we niet meer naar moeten kijken wat andere mensen van de overheid vinden en op die manier moeten kijken? We kijken naar onze eigen bedrijfsvoering, we kijken naar onze eigen dienstverlening. Medicijnindex, daar kijken stichtingen van buiten naar hoe de industrie dat doet. Kunnen we daar iets van leren? Als we kijken naar wat zijn beste overheidsorganisaties? Wat vind je? Kijk, bij Waar staat je gemeente verzamelen we bijvoorbeeld alle uitslagen van burgerpanels of van burgertevredenheidsonderzoeken. En je ziet dat gemeenten, nadat ze eerst wat schoorvoetend daaraan gingen ruiken, dat ze het steeds belangrijker vinden om aan hun burgers te vragen, aan hun maatschappelijke organisaties, hoe vinden jullie eigenlijk dat we dat doen? He, want je stelt je kwetsbaar op, maar dat is heel krachtig. Je moet eigenlijk voortdurend je heel kwetsbaar op durven te stellen. In de tijd dat ik wethouder was, op een gegeven moment ging ik toch echt vragen aan twee ambtenaren van de gemeente. Ik vind dat we af en toe gesprek moeten hebben over, hoe vinden jullie dat ik het doe? Hoe geef ik jullie voldoende ruimte? Haal ik de dingen binnen waarvan jullie zeggen, van dit moet nu wel gebeuren? En ondertussen gingen ook gesprekken, wederkerige gesprekken ontstaan. Ik heb daar ongelooflijk veel van geleerd. Collega's van mij zeiden, je bent hartstikke gek, want je stelt je kwetsbaar op. Je moet een bestuurder uitstralen, dat je altijd het juiste antwoord hebt. Maar dat is belachelijk. We zitten vandaag. Als afsluitende vraag wil ik jullie stellen. Vandaag hebben we het over HR voor de toekomst. Wat je hebt gedaan, mensen om feedback vragen. Ik ben benieuwd naar een tip voor mensen die er nu zijn, mensen die dit misschien later terugzien. Wat zou je vanuit HR-perspectief, vanuit organisatieperspectief kunnen doen om meer van dit soort voorbeelden uit te lichten of meer naar jezelf te kijken?
Mag ik bij jou beginnen? Nou ja, ik zeg bij King altijd van, ik vind dat je elke dag de vraag moet kunnen beantwoorden, waarom bestaat King? En als je daar geen antwoord meer op vindt, dan hebben we een probleem. Ja, dus dat betekent namelijk dat je voortdurend bezig bent van waarvoor zijn we alweer opgericht? Waartoe zijn wij op aarde? We zijn op aarde om die 408 gemeenten te ondersteunen. In hun vallen en opstaan pogingen om de burgersamenleving beter te bedienen. Daar hebben wij ondersteuning aan te bieden. Dat is de zijnsvraag van King. Want ben je die vraag kwijt en ben je vooral het antwoord op die vraag kwijt, dan ben je dan bezig met je eigen instituut te handhaven. En dat is altijd door te horen. Dat is het laatste wat jullie hebben gedaan. Ik zou zeggen, vraag iedere medewerker in je organisatie om ook te vertellen als hij een keer iets fout heeft gedaan en vier dat dan met elkaar. Want het maken van fouten is een voorwaarde om tot innovatie en verandering te kunnen komen. En het moet heel erg mogelijk zijn als je iets van een organisatie wil gaan veranderen. Zeker als je koerst op eigen kracht. Dus vier de fouten die je met elkaar ook maakt. En de successen. Jasper had dinsdag fly mee naar de gemeente om te vieren dat er award gewonnen was. Wat is de volgende keer dat jij fly meeneemt? Wat ga jij doen? Ik heb zo'n meisje. Was de bollen neemt of ze mee? Kijk, de HR van de toekomst is volgens mij een beetje afgeleide van wat we ook net hebben gezegd. Van de ambtenaar, een andere manier van werken. En wat ik heel erg mooi zou vinden is dat wij als werkgever dat goed kunnen faciliteren vanuit de VNG. We hebben vanuit het ANO-fonds nu twee nieuwe beleidsthema's. De professionele overheid en de overheidsprofessional. Dat sluit er heel goed op aan, moet nog ingevuld worden. Dus ik roep ook mensen op om daarover na te denken. En piece of the pudding, bij een nieuwe manier van werken horen ook andere arbeidsvoorwaarden. Dus wij hopen ook dat wij ook daar de vernieuwing in kunnen aanbrengen. De CEO van de toekomst zijn we al een tijdje mee bezig om daar ook een slag te maken. Zodat die ambtenaar ook op een nieuwe manier kan gaan werken. Een deel van Sietske zegt, kan je zo in de krant teruglezen over hoe we daarmee om moeten gaan. Een deel wil ik gewoon een actieve oproep doen. Volgens mij, het nieuwe beleidsplan van de ANO-fonds is een instrument. Maar volgens mij is de oproep, denk mee over overheidsorganisaties van de toekomst, professionals van de toekomst. Dat is volgens mij een open oproep. Een andere oproep, de verkiezing overheidsorganisatie van het jaar gaat straks echt beginnen. We gaan kijken, kunnen we dit aan laten sluiten, zoals ik zei, op de EPSA, de European Public Sector Award. Als je ideeën hebt, doe mee, reageer. En voor nu wil ik veel danken voor het kijken. Veel dank dat jullie tafelgasten wilden zijn. En wij gaan verder naar het congres. Dank.